Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlisa en dit is een weekvlogje. Wat een beetje raar is, want het is vandaag al woensdagmorgen. Maar daar heb ik een goed excuus voor. Want ik heb de afgelopen 2 dagen heel veel gewerkt. Als in maandag van 9 tot 3 en toen van 3:30 tot 10:30. En gisteren van 10 tot 4 en dan 4:45 tot 10:30. Dus dat betekent dat ik 2 nachten achter elkaar pas rond middernacht op bed lag. En gisteren heb ik iets uitslapen tot 7:30. Maar vandaag was ik er om 6:30 al uit. Ik heb een beetje hier opgeruimd. Want ik kom aan heel veel dingen niet toe. Waaronder de kinderbedden opgemaakt. Die komen vandaag weer terug vanaf mijn vader. Daar heb ik super veel zin in. Oh, wil je ook wat vertellen? Wil je ook wat vertellen? We wachten allemaal in spanning af? Nee? Oké. Okay. Ik ga nu naar de Aldi. Ik heb gisteravond in mijn pauze, in ieder geval de afgelopen aankomende 3 dagen, tot en met zaterdag uitgepland. Want ik heb dus ook helemaal niks naar huis. Normaal doe ik de boodschap op maandag. En dat ging dus nu natuurlijk niet. Dus ik ga even naar de Aldi snel. Dan haal ik maar een paar dingen, want dan doe ik morgen de grote boodschappen. Dus alleen genoeg voor vandaag. Verder moet ik ook echt het eten zo gaan klaarmaken. Al moet ik even ophalen bij de Aldi. Maar dan ga ik het ook gelijk klaarmaken, want Lohan heeft op maandag een proefles hockey gehad. En dat vond hij heel erg leuk. Net zoals het in Corbel leuk vond. En Seedance. En nou, ongeveer al het andere wat hij in zijn leven tegenkomt. Maar zijn vader heeft ook altijd gehobbyd. Dus die heeft zijn enthousiasme verviervoudigd. En ik kreeg een subtiele hint. Gisteren via de Vogue Memo. Dat mijn zoon een hele leuke verrassing had. En het was langwerpig. En hij kon het woensdag gebruiken. Wat vandaag is. En vandaag nog een proefles hockey. Dus ik denk dat zijn vader al een hockeystick heeft verkocht voor hem. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat afloopt. Maar het is van 6:30 tot 7:30. Echt onmogelijke tijd. Want wij moeten dus om 5:00 weg. Om daar om 6:30 te kunnen zijn. En ik haal mijn kinderen om 4:00 op. Dus het is echt, ik haal ze op van een gastouder. Kunnen we thuis eten naar binnen schuiven. Kan hij omkleden en dan kunnen we gelijk door. Ik hoop überhaupt dat het door gaat. Want het is de hele dag regen af. Maar goed. Let it go. Voor in het geval je het wil weten wat, hoe het eruit ziet als je 2 dagen uit je auto geleefd hebt. Dan heb ik het wel een keertje in de tussentijd opgeruimd. Maar we hebben nog een leeg blikje Monster. We hebben nog een AA. Ik weet niet hoe ik hier aan kom. Ik denk van Brug nog. Er ligt een lepeltje. En ik heb ook een koptiefitje op. Er ligt een koekdingetje, een appeltje, een zakje van alle appeltjes. Mijn schoenen liggen hier nog. Het is echt, nou ja. En ik denk dat Aldi nog dicht is. Ik dacht dat hij om 8:00 open ging, maar oh no. Blijkbaar niet. Ik ga heel even koekelen. Dus we stonden aan de deur te gaan staan. Maar ga ze ook nog even mijn auto opruimen. Ik heb nog 1/2 uur voor alles. Moet vast lukken. Soms heb je dan die dagen dat je echt denkt, hoe ga ik vandaag overleven? Vandaag is die dag. Ik heb een ander shirtje aangetrokken, want ik was behoorlijk aan het zweten. Maar mijn avondeten voor vanavond staat zo goed als klaar. Mijn tas is ingepakt, alleen even borden laten en dan kan ik gaan werken. Jee. En ik ben op tijd. Dat gebeurt ook nooit. Go me. 3, 2, 1. Maar ik sta wel dik op de... Ik sta een paar minuutjes niet op mijn film. Een paar minuutjes? Ja. Kijk, Jeetje, ik doe niet zo. Ik ga lopen gewoon op mijn knieën. Ja, pas op voor mama de nieuwe schoenen. Die liggen hier ook nog. Oké, go your gang. Die zijn mooi wit, hè? Ja. Bijna net zo wit als die jouwe. Ja. Alles. Dit is alles beurt. Dit is alles al. Rabijtje en Dit is lekker handig, dit is aan de verkeerde persoon. Ja, de verkeerde persoon. Okay. Nou, spring er maar eens op. Voor wie is die twee dan? Ja, die is voor een andere straat. Hetzelfde nummer, maar een andere straat. Oké. Okay. Oh, zit je vast? Ja, ik het dan open? Nee, het is, niet, het is van een bank. Het is niet eens van mij. Oké, okay, ga je sturen? Ja. Oké. Okay. Mag ik het? Ja, ga je sturen? Kijk, ga jij maar eens kijken hoe het lopen. Zo. Oké, okay, dan zorg dat Logan in beeld is, ja? Laat Logan in beeld. Ja. Maar laat zien hoe Logan stuurt. Logan goed sturen. Zie.
Ja, wel een proefje. Het water is nu wel even stil. Ik moet hier zitten, want het is echt 8:30. We reden terug vanaf de hockey. Echt, ik was op 3 kilometer na thuis. Ik reed echt over een dijk. Nou, we wonen midden in de polder, dus allemaal dijken. En er rijdt ineens een politieauto achter ons. Dus ik zat tegen hem, oh kijk, er rijdt politie. En ik zie ineens, stop, politie. Dat moet haast wel van mij zijn. Er reed daar achter ook nog een auto. Dus het kon daarvoor zijn. Ik weet niet wat op die manier met de borden werkt. Geen idee. Maar ik dacht, nou, dan ga ik het eerst volgende af. En toen werd ik ingehaald met de volgpolitie. En toen moest ik inderdaad aan de kant. Logan helemaal over de scheef. Die ging janken, janken. Want ik dreig best wel vaak met, doe niet je gordel losmaken als de politie het ziet. Want die heeft gewoon de neiging om bij een stoplicht zijn gordel los te maken. Dus dat doet hij dus denk ik nooit meer. Want ze dachten dus dat, dat ze voor hem kwamen. Ondanks dat hij zijn gordel wel gewoon om had. Maar ik moest mijn raampje naar beneden doen en nou, toen bleek dus dat ik mijn richtingaanwijzer niet had gebruikt. Ik dacht, oh god, ja, doet hij het dan wel? Eigenlijk is het niet iets wat ik van mezelf gewend ben. Hoewel ik me compleet kan voorstellen dat ik het gewoon vergeten, want die kind zit op de achterbank te kleppen en te fitten. En mama, mag ik dit luisteren? Mama, ik wil dat luisteren. En dan kijk je in de achteruitkijkspiegel, dan moet je een bocht maken. En dan kijk je wel om je heen, maar je doet niet klik. Niet goed. Is een les. Je moet wel gewoon je richtingaanwijzer gebruiken. Dus ik ben een boete van 95 euro rijker. Logan heeft de ervaring dat de politie, hoewel ze je niet gelijk in de cel gooien, wel degelijk het heel erg belangrijk vinden dat je je autogordel moet doen. Want het was een mannelijke politieagent die mij om een rijbewijs vroeg. En ik denk dat zijn collega hoorde dat Logan op de achterbank aan het janken was. Dat de honden er ook van lusten. Want ze kwam uit de auto en ze ging hem kalmeren. Van joh, nee, niemand gaat in de cel. Niemand gaat opgepakt worden. Niemand is echt een boef. Ik dacht van nee, mama is gewoon een beetje stom geweest. Mama heeft gewoon een foutje gemaakt. En ja, als je een foutje maakt, dan kan je wel eens een bekeuring krijgen. Dus ja, dat is dus nog nooit overkomen. Ik ben nu 29, ik heb al mijn rijbewijs sinds ik 18 ben. En ik ben nooit aangehouden door de politie. Ik heb zelfs nooit hoeven blazen. Dan wilde ik nu ook niet te blazen, maar goed. Het is een ervaring. Het is een ervaring. Een wijze les, wees veilig op weg. Tip van vandaag. Ik ben moed aan het verzamelen om naar de Lotte te gaan. Ik sta er wel al voor, kindjes zijn naar school gebracht. Maar oh, het was een kort nachtje. De kinderen hebben echt last van de overgang dit keer. Als je gescheiden ouder bent, herken je het waarschijnlijk. Voor zover ik weet hebben de meeste ouders daar wel weet van dat kinderen daar gewoon anders op gedragen. Normaal is het dat Logan een iets grotere mond geeft, dat ze de regeltjes niet meer zo goed weten. Maar nu... wat ook wel eens af en toe gebeurt, maar nu is echt alles bij elkaar. En wat af en toe wel eens gebeurt, is dat Brooke bijvoorbeeld ongelukjes heeft 's nachts. Nu was het er vannacht ook. Logan is super brutaal. Klimt op dingen. Zijn een beetje destructief. Brooke liep vanochtend ineens met de koffieblik waar de koffiepoeder in zit. Die staat altijd als decoratie eigenlijk, want dat gebruik ik niet zoveel. Ging ze mee lopen schudden. Logan die klimt met zijn schoenen op het aanrecht. Dat ik denk, je mag überhaupt niet met je schoenen binnenlopen. Laat staan op het aanrecht klimmen. What's going on? Dus ja, Brooke heeft me vannacht om 2:30 wakker gemaakt als ze een ongelukje gehad. En toen om 3:00 omdat ze het koud had. Logan die was om 6:00 kwam die naar beneden. Brooke dan om 5:45 of zo. In ieder geval, we lagen allemaal 1:30 voor de wekker met het licht aan in bed. Dus dat op zich niet zo heel erg, maar ik kon eigenlijk wel een nachtje slaap gebruiken. Dat is een beetje jammer. Dus ik ga nu... zomaar boodschappen doen. Ik had gehoopt dat het minder druk zou zijn, maar het is echt druk. En daarna naar de chiropractie. En hopelijk kan die ook het een en ander aan spanning loskrijgen. Waardoor ik meer het een beetje het gevoel dat ik energie heb. Want dit is echt... Het is ondertussen al bijna tijd om de kinderen te halen. Ik sta weer bij een vrouw als die aanstaat. Dat is echt verschrikkelijk. Ik ben even de tafel nog aan het opruimen. En ben een beetje gaar. Meestal als ik bij de chiropractie ben geweest, ben je daar gewoon een beetje... Ze heeft me ook flink onderhanden genomen in mijn rug en in mijn nek en mijn heup. Dus ja, ga het maar rustig aan doen. Ik moest zo die kindjes ophalen. Ik weet niet of ze met vriendjes gaan spelen. Ze hadden het er wel over. Maar ik denk zomaar dat ze gewoon een lekker relax aan gaan houden. Meestal doen ze dat wel als ze
tussenmomenten hebben gehad, dan doen ze dat niet echt. Dus we gaan het afwachten. Hey, man Cornelis. We willen hier bentje gegeten. Hi, Mori. Hi. Alles in de gootsteen? Het is wel lief dat jullie het van elkaar doen. Goed zo. Kleren? Hey. Oh ja, Brooke, je panty was kapot, hè? Dat zei ze net. Ja. Leg maar even daarin. Zo niet hard in de knijp, dan laat hij een windje. No. Volgens mij is Boris een beetje verliefd op jou. Ja. Dan ga ik voor Boris een hele mooie tekening maken met een hartje. Oh, dat vindt hij vast wel fijn. Pas wel op dat je niet in zijn oogje prikt, hè? Nee, gewoon in zijn oog. Ja. Nou. Echt het liefste jongetje van de hele wereld. Hij vroeg aan mij, mag ik de broodrommeltjes voor jou poetsen? Zo. Moet ze hem alleen wel zo zetten dat hij leegdruppelt. Wat ben jij nou weer aan het doen? Ging hij niet goed dicht? Nou wel zeker. Zet je er een beetje smoel in. Boy toch. Boy toch. Je doet namelijk altijd broodrommel steeds met de hand af, want dan blijven ze langer mooi, hè? Weet je wat we hadden vandaag geleerd hoe je beker moet schoonmaken? Je pakt je water en je schudt het hele weer. Echt waar? En wat heb je? Goed zo. En wat heb je nog meer geleerd vandaag? Hoe je borden moet wassen. Echt waar, hadden jullie vandaag? Alles wat met was heeft te maken hebben we geleerd. Wow. En moest je ook nog iets van... Ik heb er heel vies van gemaakt. Ja. En heb je ook nog moeten lezen en schrijven? Of dat ook allemaal niet meer? Wel. Nou. Het is alweer vrijdag 10 uur nu. Kinderen zijn al een tijdje op school en ik moet Brooke alweer om 12 uur ophalen. Dus ik heb niet heel veel tijd meer. Het is een beetje mijn rommelochtendje. Ik ben op mijn computer bezig met facturen en... administratie. En ik heb zojuist Logan ingeschreven voor de hockey. Het kind heeft gisteravond een keuze gemaakt en hij was er vanochtend nog steeds mee eens. Dus toen dacht ik, dan gaan we mijn spijkers mijn koppen slaan. Dan kunnen we vanmiddag om een hockeystick. En dan zal mama eraan moeten geloven dat het kind echt op hockey zit. Het is nog een klein beetje een emotioneel dingetje. Ik vind dat het... ik had bijna nog liever voetbal gehad. Maar goed, oké. Dat is misschien mijn vooroordeel. Misschien dat ik het zo hartstikke leuk vind. Het kind heeft in ieder geval talent voor, dus... Brooke heeft een minnetje aan het spelen zijn. Zoals Boris vindt het zo mooi in zijn fans. Best pittig. Maar het is nu wel leuk en het minnetje gaat weer terug naar huis op het moment dat we lopen nog aan om 2 uur. Dus je kunt nog heel even spelen. 2 hours later. Maar we gingen kijken voor een hockeystick, hè? Maar die hadden ze niet meer. Dus dan heb ik gedaan. Een bidon. En ik heb gedaan. Dood! Wat voor dood? Met hockey schoenen. En ik wil laten je snackje. Je klein snackje, dat is lekker. Zo goed, het is bijna 5:30. Ik ga beginnen aan het eten. Pascal die is om zijn kinderen. En die schuift wel straks lekker aan. Dat is eigenlijk de reden waarom we een hele, ja, voor mij een bijzondere maaltijd eten. Namelijk kalkoenfilet met gebakken aardappels. En spersiebonen, heel simpel, zonder sausjes, zonder toeters en bellen. Kalkoenfilet ga ik verkopen als kip. Want dan hoop ik dat zijn kinderen het eten. Dat is het lastige, ik ben zelf ook van iemand een stiefdochter. En ik vond ook altijd dat zij heel
anders kookt dan mijn moeder. Je hebt gewoon een bepaald smaakpalet meegekregen van je ouders. En als iemand anders dan voor je kookt, dan vind je het altijd een beetje anders smaken. En dat merk ik ook bij hun heel erg. Ze eten niet zo heel erg veel als ik het kook. Oké, de spreekbonen gebak uit is wel altijd in de smaak. Kip en kalkoen zou op hetzelfde moeten smaken, dus ik denk dat dat wel gaat. Mijn hamburger is een frikandellenkroket, makworsten, dat soort dingen. Maar qua gezond dingen vind ik dat lastig. Dus dit is meestal mijn go-to iets als ik eigenlijk heel weinig zin heb in discussies aan mijn eettafel. Het is zaterdagmorgen vandaag en ik heb geprobeerd uit te slapen. Als in, er kwam een meisje om 7 uur een telefoon ophalen uit onze kamer om Disney Plus te kijken. En toen was ik eigenlijk wakker en toen gingen de jongens die gingen boven op de trapezes en nee, dan hoor je overdag geluid en dan ben je nog aan het snoezen. Maar dat was het ook wel en toen kwam ik beneden en de mannen moesten op tijd even naar de voetbal. En er zitten nog wel 2 meisjes die zitten nu een boterham te eten, die daar wachten op mij. En dan moest ik het nog klaarmaken. Dus nou ja, dan moet ik eerst het dan opruimen zodat ik zelf aan mijn eten kan beginnen. En ik denk, ik ben geïnspireerd door YouTube. En ik heb 1 YouTube filmpje gekeken dat ik zelf nog op bed probeerde wakker te worden. En het was een clean and decorative me voor Halloween. Dus dacht ik, dat kan ik ook doen. Ik heb ook nog een krap op Halloween. Daar kan ik creëren. Schuitje, cottage cheese, eitjes, koffie en Gina Forte en een vitamine C. Ik denk wel dat ik zo de herfst kan starten. Zoals jullie kunnen zien hebben we dus een hele relaxed ochtend, want het is echt al 9:30. Maar meestal als ik alle 4 de kinderen probeer het een beetje rustig aan te doen, dan heb ik vanmiddag wel een verjaardag. En misschien dat we nog ergens morgen denk ik naar het bos gaan, maar voor de rest laten we lekker ontspannen en met elkaar spelen. Nu hebben ze er dus allemaal voor gekozen om even op hun iPad te kijken. Straks zal je zien dat ze gaan ze weer spelen wat dan ook. En, nou ja, maar dus ik ga wel lekker focussen op mijn was. Ik denk dat ik dan eventjes een klein beetje wil kijken of ik überhaupt mijn decoratie voor Halloween nog kan vinden en voor de herfst. En een beetje opruimen die, maar dat is wel nodig. Oh, wil je het even laten zien? Brooke is hier aan het knutselen. Dit is met een hele grote doos die ik heb gevonden toen ik op zoek was naar de Halloween spullen. En de herfstspullen. We hebben een hele grote doos gevonden en die is als poppenbedje aan het versieren. Ja. Kijk maar aan. Het poppenkleedje past er precies in. Ja, dit is en we hebben een poppenbedje hier geschreven. Je staat inkleuren. En dit is een poppenkussentje. Oh ja, poppenkussentje. Heel leuk. Mijn poppetje heb geen deken nodig, want dit is al een slaapzak. Oh ja, dan heb je niet echt meer een dekentje nodig, hè. Maar ben je toch een goede poppenmoeder? Poppenmoeder. Dus terwijl Brooke een poppenbedje aan het knutselen is, zijn de jongens boven, geloof ik, ninja training aan het doen. Misschien spelen? Ik ga met even spelen aan ninja training. Ik hoor de trappen eten en ik hoor geschil af en toe. En ik ben bezig met dan inderdaad mijn herfstdingetjes. En toen dacht ik, misschien moeten we gelijk nog eens op de winkel. Dus ik wacht heel even tot Pascal en zijn dochter terug zijn van het cadeautje ophalen. Vanmiddag. En dan gaan we de kindertjes die mee willen, mogen even mee naar de poppenwinkel. Dan gaan we even een paar poppenwinkeltjes hier halen. Kunnen we misschien een spinnetje opdoen? Ja. Misschien dat we nog een paar goedkope kleine pomponnetjes kunnen vinden om ook te verven morgen ofzo. Ik hoor geluid naar beneden komen.
Dit is wat een mooie kindjes. Oh, er is eentje heel verdrietig. Nee, dan gaan we zo eventjes. Waarom ben jij verdrietig? Oh, ik wil mee rijden. Oké, jij wil met Mees mee rijden. Maar dat kan toch? Maar dan. Circles van het gezin. We gaan zo. Nee. We zijn helemaal klaar. We gaan even verjaardag. Ik pak mijn cadeau. Oh ja, pak jij je cadeau. Maar we hebben één keertje die plasje met mij mee rijden. Eén keertje die plasje bij de tante zag in de auto. En één keertje wil vooral niet met mij mee rijden. En technisch gezien gaan we het gewoon niet voor elkaar krijgen. Dus we moeten één keertje teleurstellen. Ik ben bang dat het deze keer gelopen gaat zijn. Struggles. Wauw, wat heb jij een mooie tekening gemaakt voor opa. Dat is fijn. Nou, zal mama hem in de tas doen? Ja, die ga ik haar open geven. Zo, dat is wel heel aardig van jou. Is hij vast heel blij mee. Dit is je hartje, hartje, hartje. Met die kinderen. Dus ik ben blij dat we best wel wat nog gedaan hebben gisteren. We zijn natuurlijk verjaardag al aan de pompoenen geweest. Pompoenen voor de kinderen staan hier. We hebben pompoenen uitgezocht. Dit is nog van gisteren over. Ik kreeg ze bij het kindermenu. Oké, aan de kant gelegd. Dus we kunnen ze eerst tot straks nog gaan viseren. Ik heb ook helemaal niet meer pompoenen laten zien die ik heb uitgezocht. Ik heb zo'n grote mintgroene en een wat donkere. Jeroenen. En hier allemaal kleintjes. Heel veel witte, ook nog een paar lichtgroene nog. Ik heb een paar ideetjes van Pinterest gezien, dus daar ga ik mee aan de slag. En vlakbij lag ook een heleboel kastanjes. Daar ga ik ook nog wat een en ander mee doen. Zo. Oh, daar ga je naartoe. Kan je zo je hockeystick erin doen en dan kan je zo op je rug doen. En nou ben je wel een mini kappertje natuurlijk. Koffie aan het maken. Ben je koffie aan het maken? Kijk eens, ga je eens koffie maken. Wat hebben wij net gemaakt? Courgettesoep en? Risotto granaten. Nee, dat gaan we nu maken. We hebben wraps gemaakt hè, van mama voor de werk. Die ik mee kan nemen. Die komt ook nog op het kanaal, net als de courgettesoep. Dus dat heb ik ook gelijk veel lekker voorbereid. Dat probeer ik altijd een beetje. Oeh, lekkere koffie jongens. Ik probeer altijd op zondag alvast een klein beetje voor te bereiden. En vooral nu Logan maandag hockey heeft. En het is van 5 tot 6. Dus wil ik alvast iets simpels klaar hebben. Dus ik had bedacht, doe maar niet, want anders gaat het stuk. Dat ik dan op zondagmiddag soep ging maken voor de maandag, zodat ik dat mag doen. En nu ga ik dus genade, die zal het maken. Ik vind het meestal opgehaald door haar mama, die zien we pas over twee weken na. Over twee weken? Gaat het wel op vakantie? Nee, ze wonen toch bij haar moeder. Echt, het is echt niks nieuws. Ja? Nou, oké. En ik moet ook net als bij jou. Ja, jij woont bij mij, ja. Gezellig gaan. Dus ja, wij gaan nog even die zotte maken, dan kan je daarna lekker in. Bad. We hoeven niet meer een bad, want ik moet alleen, want ik heb vandaag niet in bad geweest. Nee, de meiden wel hè, maar goed. Doe maar niet, want ik heb een bad. En mee zo. Maar goed, als Burke wil, dan mag ze nog wel, toch? Mag ze nog even met jou in bad? Nee. Oh, moet Burke best wel douchen? Niet doen, niet doen, ik heb het nog nodig. Echt, jeetje. Ga maar even een beetje de tafel opruimen. Bye. Nee, ik ga helpen. Oeh, lekker. Heb je er zin in, Brug? Oh, je bent al aan het opscheppen. Ja, lekker is dat het draait met ballen van die balletjes en van die roze... Garnalen? Garnalen. Oma, hoe komt het? Lekker, man. Hoe lang ik dat krijg?
Dat heb je vast gezegd. Jij gaat met de afstandsbediening. Ik vind het heel lekker. Laat het ook in een bordje doen. Zo, ga je het allemaal opeten, denk je? Ja, want ik vind het heel lekker. Dat, ook dat.